Welkom en leuk dat u weer kijkt naar U in de Wijk Overvecht. We hebben drie onderwerpen voor u. We beginnen met de Veteranendag. Ik was erbij in Fort de Klop. De burgemeester was ook aanwezig en zij eerde onze mannen. Emiel, wat doe jij hier op de Veteranendag? Nou, ik ben eigenlijk in 87 bij de luchtmacht gekomen. Wij leveren de voertuigen. Wij regelen een beetje de smuk en het randgebeuren eromheen. Zorgen voor de contacten. Er zijn natuurlijk in Utrecht nu zo'n 4-5 verenigingen. En eigenlijk proberen wij zoveel mogelijk ook contacten te houden met de gemeente. Zodat het levendig blijft dat de veteranen ook bij elkaar uitgenodigd worden en komen. Ik ben aanwezig bij Fort de Klop, de Veteranendag. De veteranen worden geëerd door de burgemeester Sharon Dijksman. Deze dag is in de eerste plaats om dank u wel te zeggen. Ik ben er trots op dat wij in een stad wonen waar ongeveer 700 veteranen zijn die namens Nederland actief zijn geweest. Van heel verschillende uitzendingen op de meest uiteenlopende afgelegen plekken. U heeft zich allemaal echt vol overgave ingezet voor vrede, voor vrijheid, voor veiligheid. Iets waarvan we denk ik steeds beter begrijpen hoe belangrijk dat is. En wat is het doel van de Veteranendag? Nou, het is heel belangrijk dat mensen die voor ons gestreden hebben, hun leven geriskeerd hebben, ook daar echt de erkenning voor krijgen die ze verdienen. En deze dag komen Utrechtse veteranen en hun familieleden samen om die erkenning van de gemeente ook te krijgen. Dank u wel, mevrouw Dijksma. Dank u wel, Utrecht. En die Utrechtse veteranenvereniging, daar gaan we voor zorgen. Je bent zelf ook een veteraan. Je hebt meerdere missies gedaan. Kan je daar wat over vertellen? Jazeker. Ik heb vier missies gedraaid. De eerste naar de Sinaï-woestijn in 1983. Een buffer tussen Israël en Egypte. Ik heb twee termen gemaakt naar Cambodja in 1992 en 1993. Was toen de tijd was dat de grootste fanoperatie van de wereld. En ik heb in 1995 zes maanden in Sarajevo gezeten. En daar hebben wij samen met andere collega's hebben wij de vrede afgedwongen op de Serven. En dat heeft geresulteerd in vrede op de Balkan. En wat was precies je functie? In Kosovo was ik beheerder van constructiegereedschap. Dus al die mannen die daar aan het werk waren, die kwamen bij mij voor gereedschap. Van een bouwvakker tot een timmerman, tot een elektricien, tot een stratenmaker. Dat was mijn verantwoordelijkheid. Aggregaten, dat soort zaken. En op een gegeven moment als die mannen aan het werk zijn, dan ging ik meehelpen met transport om de huisjes en de ramen en de dakpannen op de plek van bestemming te krijgen. Oud-Overvechten, net zoals ik. Ja, je bent zelf ook een veteraan. Waar heb je gezeten? Ik ben in Libanon geweest in 1979. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Ja, het was een hele leuke tijd. Op wat incidenten na. We hebben een groot vuurgevecht gehad bij Kana. Daar ben ik ook echt voor onderscheiden. Met het zilver erekoord. Maar het was over het algemeen een hele leuke tijd om daar te zijn. Mooie tijd. We hebben mensen daar vrijheid kunnen geven in de zin van dat ze konden doen wat ze wilden omdat wij er waren als een buffer tussen de vechtende partijen. En dat geeft wel een heel goed gevoel gegeven. En wat doe je nu? Ik ben nu machinist bij de Nederlandse Spoorwegen. Heerlijk. 30 jaar. Heel anders. Ja, je moet toch werken. Ja. Die Veteranendag maakt dat we al die gelijkgestemden weer bij elkaar komen. Omdat in de maatschappij daar kom je die broederschap niet tegen die je samen met de mannen en vrouwen met wie je uitgezonden bent geweest. Daar kom je in de maatschappij niet tegen. Dat kom je alleen maar hier tegen. Als je lange tijd van huis bent, onder vuur liggen, vuur beantwoorden, leven achter prikkeldraad, mijnengevaar, stoffige wegen, de nalatenschap van de oorlog, oorlogsinvaliden. Als je dat met elkaar deelt, ja, dat schept een band, dat is niet te beschrijven. En dat hebben we alleen die veteranen bij elkaar. Dus voor mij is vandaag een stukje thuiskomen, als ik het zo mag zeggen.
Nu ben je hier op de Veteranendag. Wat vind je ervan? Ik vind het wel een mooi ding. Ja, we kunnen daar in Nederland, wordt er veel te weinig aandacht aan besteed, vind ik zelf. En nou, dit is toch wel een mooie saamhorigheidsbijeenkomst voor ons als veteraan, dat je toch niet voor niks gedaan hebt. Wat vind je zelf van deze dag? Ja, ik vind het heel mooi dat we dit kunnen doen. Ik ben ook blij dat we dat weer echt op deze manier kunnen doen. Want door corona heb ik dit eigenlijk niet eerder op deze manier kunnen meemaken. En je merkt gewoon toch wel, als je ook spreekt met de veteranen en hun familieleden, dat de behoefte om elkaar te ontmoeten ook heel groot is. Mensen willen hun verhalen uitwisselen, hun emoties soms ook kwijt. Ja, en dat kan natuurlijk allemaal op een dag als vandaag. Ondernemers Centraal van gemeente Utrecht biedt de ondernemers van Utrecht hulp aan. Verslaggever Els doet verslag. Rebecca, jij bent relatiemanager bij de gemeente Utrecht voor Ondernemers Centraal. Wat is Ondernemers Centraal? Ondernemers Centraal is een programma, een samenwerking tussen werk en inkomen en economische zaken van gemeente Utrecht, waarbij we ondernemers in de stad Utrecht helpen met ondernemersdienstverlening. De vormen van dienstverlening zijn heel breed. Dus op het gebied van coaching, op het gebied van hulp bij financiën, zoals de boekhouding, hulp bij schulden, maar ook juridische hulp, hulp bij psychologische vraagstukken. En nu op dit moment is het daar heel veel vraag naar de hoge energierekening. Daar hebben we tegemoetkoming voor in de energiekosten. Maar ook energieadvies voor het verduurzamen van bijvoorbeeld je onderneming. Dat soort vraagstukken, daar helpt Ondernemers Centraal bij. Ik ben sinds 1 oktober buurthuist in Overvecht-Zuid. Ik ben de aanspreekpunt voor ondernemers en de bewoners. En waar kunnen ondernemers je op aanspreken? Op alle hulp die ze nodig hebben, kunnen ze bij mij terecht. En ik heb goede contacten met verschillende partners. En daar kan ik ze advies geven daarover. Is Ondernemers Centraal speciaal naar aanleiding van de corona en de energiecrisis gekomen? Ja, daar is het wel door ontstaan tijdens de coronacrisis. En we merkten dat er heel veel behoefte was aan ondernemersdienstverlening. We hebben inmiddels een 40-tal partners uit de stad hebben we aangesloten bij het programma. Zij bieden die ondernemersdienstverlening. Uiteindelijk zagen we dat er veel meer maatschappelijke problemen bleven ontstaan. De personeelstekorten, nu inderdaad de energiecrisis. Dus er zijn steeds weer nieuwe vraagstukken waar we dan op inspelen met Ondernemers Centraal. Younous, naast dat je hier manager bent bij Sport City, heb je ook nog een eigen bedrijf. Dat klopt. Ik heb een eigen onderneming, ook in de sportbranche, toevallig net zoals Sport City. Ik doe hiernaast ook nog personal trainer, bootcamps, trainingsschema's en alles wat daarbij komt kijken. Ligt momenteel wel op een lager pitje dan Sport City, omdat de focus wel hier ligt. En denk je dat je ook gebruik zou kunnen maken van Ondernemers Centraal? Absoluut, dat denk ik wel. Mocht ik daar in de toekomst gebruik van kunnen maken en hulp nodig heb, zou ik daar zeker van gebruik van kunnen maken. Ondernemers Centraal is er voor alle ondernemers in Utrecht, dus ook voor de ondernemers in Overvecht. Je kunt gebruik maken als ondernemer van Overvecht van de voucher van 5000 euro subsidie om daarmee dus ondernemers dienstverlening aan te vragen. Je kunt dan via www.utrecht.nl/ondernemerscentraal een toekomstgesprek aanvragen. Dan wordt er contact opgenomen, dan word je dus gebeld door een ondernemer ofwel een ex-ondernemer, in ieder geval een ervaren ondernemersadviseur. Die plant een gesprek in en na dat gesprek wordt er gekeken van waar kunnen we een koppeling maken met een dienstverlener die is aangesloten bij het programma. Bij de iconische watertoren, natuurlijk van Overvecht, gaat verslaggever Pim in gesprek met dichter Joost Hontelee.
Overvecht kent vele talenten en één daarvan is Joost Hontelee. Hij woont al lang in Overvecht en hij is leraar en dichter. Hij heeft een dichtbundel geschreven en een paar van zijn gedichten zijn zelfs bekroond. We gaan met hem in gesprek. Dus wat is jouw band met Overvecht? Nou, ik woon al meer dan 20 jaar in Overvecht en ik vind het ook heel erg leuk om hier te wonen. Het is een mooie groene wijk en zeker in de buurt waar ik woon is het er heel erg rustig. En er wonen heel veel leuke mensen in de wijk. Je hebt gedichten geschreven en die zijn bekroond. Ik heb een gedicht geschreven over Fort Ruigehoek dat een prijs heeft gewonnen in de Laaglandse archeologie poëziewedstrijd. En afgelopen maand heb ik een prijs gewonnen bij de vogelbescherming bij een dichtwedstrijd over de merel. Zou je dat gedicht over Fort Ruigehoek hier vlakbij in Overvecht Noord willen voorlezen alsjeblieft? Ja, zeker. Het heet Wachtgebouw A. Wachtgebouw A zegt al meer dan 150 jaar, 1870. Houdt herinneringen levendig aan de gietijzeren tijd dat de Pruisen maar niet kwamen. En de vergeefse weerbaarheid tegen hun nageslacht. Ruigehoek drijft als het IF van Utrecht in zijn gracht. Allang niet meer paraat om te inunderen, nog te mitrailleren. Enkel spechtens per vuur resoneert. Gul begroeide bomen staan er nu op wacht. Dassenkazemat, kazerne van het eerste reigersregiment en een aardig aalscholversbataljon. Bastion van ooievaars, bolwerk van de bosuil en de vos. Waar het leven is gelegerd, overwoekerd wat ooit was. Waar een ijsvogel laag over het water eilt. Oogverblindend, blinkend blauwe kogel. Verkenner, eerste klas. Dat is wel humor, een ijsvogel als soldaat. Ja, het mooie is van Fort Ruigehoek vind ik dat het zijn oorspronkelijke functie volledig heeft verloren. En dat de bewoners, zeg maar de soldaten die er in de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw waren gelegerd, vervangen zijn door de dieren die er nu wonen. En in mijn verbeelding hebben die dieren dus ook de militaire functies overgenomen. De vogel als verkenner? Ja, een ijsvogel vond ik wel een hele mooie verkenner. Omdat hij inderdaad in zijn eentje mooi over het water kan scheren. En op Fort Ruigehoek kun je ook zeker de ijsvogel geregeld zien. Die ijsvogel wil de wereld verkennen. Wat wil jij wel en wat wil jij niet verkennen? Wat ik het zelf het liefst wil verkennen, dat is mijn eigen omgeving. Ik vind het mooi om om me heen te kijken, om te zien wat er hier in de wijk allemaal te zien is, maar ook wat er verder te zien is. Ik maak graag lange fietstochten, vooral naar Frankrijk. Maar ik vind het ook leuk om hier rond te fietsen of hier te wandelen. Dit was het alweer voor deze week. Ik hoop dat u het leuk hebt gevonden. Heeft u een vraag of een tip? Ga dan naar overgevecht@uindewijk.nl. De filmpjes terugkijken, dat kan natuurlijk op uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.